Vandaag gaan we het hebben over een hele belangrijke vaardigheid die je nodig hebt wanneer je natuurwetenschappen beoefent. En dat is modeldenken. En modeldenken stelt je in staat om hele complexe uh, situaties. en ook daarbij behorende problemen. te versimpelen zodat je er toch een oplossing voor kunt vinden. Voordat we gaan kijken naar modeldenken, gaan we het eerst hebben over het model. Wat is nu eigenlijk een model? En de definitie van een model is niet zo heel ingewikkeld. Een model. Een natuurwetenschappelijk model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En neem als voorbeeld maar het uh, plaatje linksonder, waarbij een nog te bouwen uh, woonwijk is vereenvoudigd door middel van een schaalmodel, uh, zodat een aantal belangrijke eigenschappen wel onderzocht kunnen worden, maar heel veel andere eigenschappen die ook niet van belang zijn voor dit onderzoek, die zijn weggelaten. Dus je hebt echt een vereenvoudiging. Vaak ook maak je gebruik van analogieën. Kijk bijvoorbeeld naar het modelletje rechtsonder: het modelletje van een atoom waarbij alle elementaire deeltjes zijn weergegeven als bolletjes. De kans is heel klein dat eh, een elektron, een proton of een neutron in een, er in het echt ook zo uitziet, maar door ze te tekenen als bolletjes, wordt het een stuk makkelijker voor ons om er een voorstelling bij te maken. Andere gebruik van analogieën kun je zien eh, in het volgende plaatje linksonder. Waarbij een elektrische stroom is weergegeven alsof het een waterstroom is. En bij een waterstroom hebben wij al best een goed beeld uh, hoe dat dan loopt. Water loopt altijd van boven naar beneden. En door die analogie door te trekken in de elektrische situatie, kun je beter een beeld vormen wat er nu eigenlijk gebeurt wanneer er een elektrische stroom loopt. Het gebruik van modellen bij de natuurwetenschappen dient een van drie doelen. En we gaan alle drie de doelen dus even snel langs. Het eerste doel. Is dat je een praktijkprobleem hebt en die wil je oplossen. En zoals ik al eerder heb gezegd, de praktijk is standaard altijd zeer complex. Dus je zult vaak wel heel veel zaken moeten uh, vereenvoudigen, wil je überhaupt tot een antwoord komen. Dat geldt ook voor een natuurkundeopgave. De gemiddelde natuurkundeopgave, zeker aan het eind van een hoofdstuk, en ook uh, eindexamenopgaves, die zijn vrij complex. En je zult eigenlijk altijd. De complexe situatie moeten vereenvoudigen, je moet een model van moeten maken. Wil je tot een antwoord komen? Nou gelukkig kan dat met een, uh, eigenlijk een standaard actieplan. En dat actieplan heet de modelleercyclus, daar gaan we straks naar kijken. Met behulp van zo'n modelleercyclus ben je veel beter in staat om complexe situaties goed aan te vallen en op te lossen. En je maakt dan eigenlijk gebruik van uh, dat je heel veel dingen al weet, als je goed hebt geleerd. En uh, dat je ook een gezond verstand hebt en als je die twee combineert, dat je dan een heel eind komt ook bij het oplossen van zeer complexe situaties. Het tweede doel, uh, en daar uh, komen vaak dynamische modellen om de hoek kijken, is uh, wanneer je een voorspelling wil doen in de toekomst. En een dynamisch model bevat een aantal grootheden die veranderen in de loop, uh, in, in de loop van de tijd. En ook vaak. Grootheden die van invloed zijn op elkaar in de loop van de tijd, en dan krijg je al heel snel hele complexe um, interacties, en heel vaak heb je dan ook een computermodel nodig om zo'n voorspelling goed te kunnen doen. Het weer wordt voorspeld met een uh, dynamisch model, een dynamisch computermodel, en wat je hier zag was uh, het, een model van de botsing van twee sterrenstelsels, ook een zeer complexe situatie. En een ander voordeel van zo'n dynamisch model is dat je ook eh, processen die heel snel gaan of heel langzaam, zoals je hier zag. Dit eh, had in totaal ongeveer eh, 1 miljard jaar nodig, dat je die toch kunt eh, onderzoeken. Het derde doel van het gebruik van modellen is om eh, simpelweg inzicht te krijgen in de natuur. En eigenlijk elke theorie waar je mee te maken krijgt, bij natuurkunde, scheikunde, biologie en andere natuurwetenschappen, elke theorie is een in zichzelf al een model. Het geeft een vereenvoudiging. Van de werkelijkheid en vaak mondt het dan ook nog uit in een formule. Een heel bekend voorbeeld hiervan is de tweede wet van Newton, F is MLA, waarmee je dus onderzoek kunt doen naar de beweging van voorwerpen wanneer daar een netto kracht op werkt. In 1905 eh, toonde een andere natuurkundige, meneer Einstein, al aan dat eigenlijk die formule niet klopt, zeker wanneer je te maken hebt met situaties met heel snel bewegende voorwerpen, en dat je het model van Newton eigenlijk moet vervangen door andere, veel ingewikkeldere modellen. Wil helemaal niet zeggen dat het model van Newton dus uh, sinds 1905 nutteloos is. Het geeft nog steeds een vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid. Een beeld dat niet 100% klopt, maar wat wel enorm helpt bij het uh, snappen van hoe de natuur in elkaar zit. Dan is het nu tijd om eens te gaan kijken naar die modelleercyclus. Vanuit de onderzoeksvraag ga je met de kennis die je hebt een model maken. In gedachten ga je de boel al enorm versimpelen. En dat ga je op twee manieren doen. Door je te oriënteren op de vraag, door te gaan kijken, ja, waar gaat het eigenlijk over, welke natuurkundige principes zitten hierachter. Je zou het ook simpelweg kunnen zeggen, welk hoofdstuk moet ik hierbij gebruiken. En het zal enorm helpen, ook voor jezelf, wanneer je standaard begint bij elke complexe vraag met het tekenen, van een schets van een situatie en het in de schets aangeven van je gege gegevens. En dan ga je natuurlijk ook uh, waar mogelijk de boel versimpelen. En dat ga je doen door aannames te doen, een analogie te gebruiken en waar, uh, waar nodig uh, waarden te schatten of situaties te schatten. En uiteindelijk kom je dan tot een model. Dan is de volgende stap om dat model om te zetten in een wiskundig model. En wat dat inhoudt is dat je de boel abstract moet maken. En eigenlijk houdt dat ook in dat je er formules aan moet gaan hangen. Want uh, pas als je formules hebt, kun je, er pas, uh, kun je mee gaan rekenen. Als je dat wiskundig model dan klaar hebt, dan kun je het wiskundig model gaan gebruiken om jouw uh, gegevens erin te voeren en uh, uit te gaan rekenen. En vaak moet je dan ook nog wel vergelijkingen combineren. En uiteindelijk komt er dan een conclusie uit. En als je het hebt over natuurkunde-opgaven, dan is dat vaak gewoon een antwoord op de vraag. Zoveel Newton, zoveel seconden. Dan is de volgende stap, is zeker heel belangrijk, is het interpreteren van jouw antwoord. En eigenlijk zeg je dan tegen jezelf: kan het wel wat ik hier heb uitgerekend? En pas wanneer je tegen jezelf kunt zeggen: ja, volgens mij is het best realistisch, kun je ook de conclusie trekken dat wat jij hebt gedaan wellicht klopt. Een volgende stap die je wellicht niet altijd doet, maar uh, waar je soms wel mee te maken krijgt, is dat je een reflectie gaat uitvoeren op jouw model en eventueel jouw model gaat verbeteren. En op het moment dat je je model hebt verbeterd, dan ga je opnieuw het rondje maken, want dan ga je een ander model gebruiken en dan komt er natuurlijk ook een ander antwoord uit. Sommige problemen en situaties kunnen zo ingewikkeld zijn dat zelfs nadat je het hebt versimpeld, het nog niet mogelijk is om eh, het antwoord snel uit te rekenen. En een mogelijke oplossing eh, wat je dan kunt toepassen is het gebruik van een computermodel. En dan komen natuurlijk andere vaardigheden bij kijken. Dan zul je eh, jouw wiskundige model moeten gaan programmeren als computermodel. En dat houdt in dat je een vaardigheid eh, modelleren zult moeten ontwikkelen. Het computermodel zelf zul je altijd goed moeten Eerst de debuggen, alle foutjes uithalen en waar mogelijk ook moeten valideren. Doet het computermodel wel wat ik hoop dat hij doet? En als je zover bent, dan kun je vervolgens het computermodel laten draaien. En dat noem je dan simuleren. En dan komt er ook een antwoord uit. Let op de kleurtjes. In oranje zijn de stappen van de modelleercyclus aangegeven. In het wit zijn de, de activiteiten aangegeven die je moet doen om van de ene stap naar de andere stap te komen. En die zijn eigenlijk vertaald in geel naar de dingen die je in de regel zult moeten doen. wanneer je te maken hebt met het oplossen van een natuurkundig probleem. Ik wil een voorbeeld gebruiken om de modelleercyclus te laten zien. Om te laten zien hoe je ermee werkt. En het voorbeeld is een natuurkundevraag. En die zou ook in je boek kunnen staan. En de vraag is: Ik laat een muntje vallen van de Empire State Building in New York. Hoe lang doet dat muntje erover voordat het op de grond valt? En stap 1 is dat ik me ga oriënteren en de boel ga versimpelen en ik ga een schets maken. En in die schets zet ik alleen de meest belangrijke informatie. Het muntje wordt gewoon een bolletje of een puntje. En ik geef aan dat het muntje zich op 373 meter boven de grond bevindt. Want zo hoog sta jij als jij op het Empire State Building staat. En ik weet natuurlijk, dat is de kennis die ik uh, standaard heb: ik weet dat als ik iets laat vallen, dat dan dan. Uh, dat er dan een paar versnelde beweging uitgevoerd wordt en dat de valversnelling op aarde gelijk is aan 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Dit is mijn schets van de situatie. En ik ga nu uh, kijken of ik hier ook een wiskundig model van kan maken, kan ik namelijk de verschillende grootheden met elkaar combineren in een formule. Er is gewoon een formule, die staat ook in binas. En die formule zou ik wel eens heel goed kunnen gebruiken. En dat is de formule x is een half a t kwadraat of delta x. Uh, die delta x die weet ik, a weet ik eigenlijk ook. Dus uh, dit zou ik best wel eens goed kunnen gaan gebruiken. Sterker nog, ik kan hem uh, direct gebruiken om tot de antwoord te komen. Ik vul hem namelijk in. Ik schrijf hem eerst even om. Ik wil t berekenen. Dan krijg ik t is de wortel van 2 x gedeeld a. En uh, dat omzetten dat doe je door middel van een balansmethode. En dan vul ik hem in. En uiteindelijk komt er een conclusie uit. En die conclusie luidt: T is 8,7 seconden. Het muntje zal er 8,7 seconden over doen om te vallen. Nou, dat klinkt op zich best geloofwaardig. En je zou ook nog eens uh, jouw model kunnen gaan evalueren. Uh, klopt het nou? Heb ik, ben ik iets vergeten? Is het, is het niet te simpel uh, gemaakt? En dan zou je bijvoorbeeld mee kunnen nemen het volgende: Dat je hebt gedaan alsof de vrije val is. Maar het is in het echt geen vrije val, want er is natuurlijk lucht en er is ook luchtwrijving. Het muntje zal gedurende het vallen een luchtwrijving ondervinden. Nou, op het moment dat je daarachter komt en je beslist dat je uh, ook die luchtwrijving mee wil nemen in jouw uh, antwoord, ja, dan moet je opnieuw jouw cyclus door van het model denken. Het echte model heb ik uitgebreid, want er is uh, sprake van luchtwrijving. Het wiskundige model wordt ook een stukje moeilijker. Ik ga er niet in detail op in, maar ik kan wel wel verklappen dat als je dit goed wil uitrekenen, dat je dan gebruik zult moeten maken van een computermodel. En met Coach, Coach modelleren, kun je dit vrij eenvoudig uitrekenen. Sterker nog, dit gaat ook zeker als voorbeeld een keer voorbij komen wanneer het gaat over het hoofdstuk krachten. Het is een dynamisch model waarbij je zult zien dat de snelheid van invloed is op de grootte van de versnelling. Dat die allebei variëren in de loop van de tijd. Je kunt dat in een model uh, meenemen, in een computermodel, het computermodel de situatie laten simuleren. En dan krijg je weer een antwoord. En dit antwoord zou je kunnen valideren aan de hand van het antwoord wat je al had bij uh, de eerste ronde van jouw modeldenken. Want toen kwam er 8,7 seconden uit. Je weet natuurlijk door een beetje logisch nadenken, weet je al welke. Uh, Tijd eruit moet komen, de valtijd wanneer je wel rekening houdt met de luchtwrijving zal natuurlijk altijd groter moeten zijn dan die 8,7 seconden. Wanneer we het hebben over de modelleercyclus, wil ik twee zaken benadrukken. En de eerste is dat, hoe wij het niet zou zeggen in dit plaatje, de stappen van de modelleercyclus niet vast liggen. Je kunt daar best in variëren. De volgorde hoe je door jouw modelleercyclus heen gaat is niet ingebakken, en soms is het gewoon handig om terug te gaan. Tegen de klok in de cyclus door te lopen. Soms is het handig om één stap over te slaan. En de tweede opmerking die ik wil maken is de volgende. Hoewel in modelleercyclus het woord modelleren zit, heeft de cyclus niks te maken met het daadwerkelijk modelleren zoals je dat ook zou doen in coach-modelleren. De modelleercyclus heeft veel meer te maken met de manier van denken die je zelf kunt aanwenden. De samenvatting van deze webles: we hebben gezien dat we in de natuurwetenschappen werken met modellen. En modellen, een model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En hierbij kun je goed gebruik maken van analogieën. We hebben een heel belangrijk instrument, dat is de modelleercyclus. En met de modelleercyclus kun je een probleem reduceren tot een oplosbaar probleem. En wat je dan eigenlijk doet is modeldenken. En de, de vaardigheid modeldenken is enorm belangrijk bij de natuurkunde. Een natuurwetenschapmodel kan drie doelen dienen. Het kan gebruikt worden om een praktijkprobleem op te lossen, het kan een voorspellende waarde hebben, en het kan eh, als doel hebben om meer inzicht te krijgen in hoe de natuur in elkaar zit.